En hier zit eigenlijk alles vol. Hartstikke kansloos. We kunnen niet garanderen dat er plek is. Dit zijn een beetje de reacties aan de andere kant van de lijn als je een kinderdagverblijf in Noord belt of ze nog plek hebben. De locaties zitten allemaal vol en hebben lange wachtlijsten. De wachttijd kan ongeveer oplopen tot 2 jaar. Ik heb huilende ouders aan de lijn gehad. Zegt Elin Carlsen, directeur van kinderopvang Buitenkans, gelegen aan de kant van Tuindorp Oostzaan. Toen ze hier 5 jaar geleden de opvang begon, verklaarde iedereen haar voor gek. In Noord zou hier namelijk geen markt voor zijn. Onze wachtlijst is gesloten, dus je kan je niet inschrijven op onze website. En daar bellen ouders dan over. Ja, hoeveel kinderen staan er op die wachtlijst? Omdat ik er zo weinig kan plaatsen, tel ik niet elke dag, maar ik gok ongeveer 200. Sanne Koenen is over 5 weken uitgerekend en begon dus alvast rond te bellen naar verschillende kinderdagverblijven in de buurt. In heel veel gevallen zeggen ze, we hebben zo'n lange wachtlijst dat het geen zin heeft om je inschrijven. Bij een enkeling was het, we hebben al 200 kinderen op de wachtlijst, maar schrijf je gewoon in, je weet het nooit. Bij sommigen is het gewoon we zetten je op de lijst, maar we weten niet wanneer je een plek kunt bieden. Je kan ook uitwijken naar een ander stadsdeel. We hebben ook al wel extra ingeschreven bij stadsdelen op weg naar ons werk. Misschien hebben we daar iets meer geluk, maar het zou wel echt veel fijner zijn als we natuurlijk gewoon in Noord terecht kunnen. Marieke Dongelmans zocht ook in Noord, kreeg 0 op het request en week uit naar een kinderdagverblijf in het centrum. Nou, mag wel gaan meegroeien nu ondertussen, die kinderdagverblijven hier. Vind ik. Want er wordt enorm gebouwd hier overal in Noord. Er komen veel gezinnen hier naartoe, maar de kinderdagverblijven en scholen blijft allemaal wel een beetje achter. Je kunt ook uitbreiden. Ja, was het zomaar. Ik heb genoeg kinderen om uit te breiden. Er zijn wel panden die eventueel geschikt zouden kunnen zijn. Er moet een maatschappelijke bestemming op staan en dat is niet altijd zo. Hè. Veel panden worden bestemd als horeca of wonen. Ik vind het vervelend voor de ouders en ik vind het heel vervelend voor de kinderen. Ik zit hier goed. Ik zit vol, dus dat is voor mij gunstig. Ja, maar de ouders zitten met het handen in het haar. De ouders hebben een groot probleem.